bij dit programma kreeg ik een taalmaatje toegewezen die ik Nederlandse les ging geven. Ik heb haar bijvoorbeeld geholpen met grammatica, met spreekvaardigheid, met leesvaardigheid. En natuurlijk haar huiswerkopdrachten die hebben we samen gemaakt. LWE heb ik meegedaan aan Toekomst Duitsland. En dat is een programma hier op de Haagse Hogeschool voor mensen die geïnteresseerd zijn in Duitsland en het Duitsland van nu. En ja, dat is een heel leuk en leerzaam project om mee te doen. Well, for living and working in Europe, we helped out at the Movies That Matter Festival in The Hague. And we helped out for several weeks. Nou, HEVES is dus de studievereniging voor studenten van European Studies and Communication Management. En je bent, als je van onze faculteit student bent, ben je ook automatisch lid hiervan. Dus je kan deelnemen aan onze activiteiten die we organiseren. Daar vallen onder andere ook borrels onder, ook educatieve dingen. Zoals bijvoorbeeld dat we laatst hebben een Freedom Debate georganiseerd. En dat ging dan over onze definitie van vrijheid in de 21ste eeuw. Met betrekking op Nederland dan specifiek en de jongere partijen in Nederland. Maar tegelijkertijd hebben we ook een kerstborrel bijvoorbeeld georganiseerd. Zijn we naar Dublin geweest met de groep, gaan we nu deze maand naar Budapest. Nou, zoals ik zei, van je bent als ingeschreven student van die gewoon college wel betaald om je studeert, ben je van die twee opleidingen automatisch lid en mag je deelnemen aan dingen. Wel aan het begin van ieder jaar met introductieweken verzamelen we ondertekeningen omdat wij gesponsord worden door de faculteit. Dus des te meer ondertekeningen we hebben, van des te meer geld mogen we ook voor dat jaar inzamelen. Maar het kost de student uiteindelijk zelf niks.